In Alphen aan den Rijn is zondag een man gewond geraakt aan zijn gezicht en hand door een vuurwerkbom. De man stak met twee anderen op een braakliggend terrein aan de Watermunt een zelfgemaakt projectiel af. Ze hadden vuurwerk in een PVC-buis gestopt. Een man van 55 uit Leiden is het afgelopen weekend om het leven gekomen toen hij in het Overijsselse Olst met zijn auto op een trein botste. Daarbij kwam ook de andere inzittende om het leven. Twee mannen deden mee aan een rally voor oldtimers. Toen ze de onbewaakte spoorwegovergang opreden, werd hun auto in de flank gegrepen door de trein. Maandag staan twee verdachten voor de rechter die vorig jaar de kluis kraakten van een GWK-filiaal op station Delft. De mannen gingen erg geraffineerd te werk door zich tijdens werkzaamheden op het station te verkleden als bouwvakker. Ze konden zo in één weekend 3 ton stelen. ADO Den Haag heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door niet te winnen van degradatiekandidaat Excelsior. Op Woudestein in Rotterdam kwam de Haagse ploeg zondag in een slechte wedstrijd niet verder dan een 1-1 gelijkspel.